Dankjewel beste kijkers. Nogmaals, hier Tjitsana Foundation Nederland en Suriname. Zoals jullie al op de beelden hebben kunnen zien, zijn de wegen zeer slecht naar Nikeri toe. En de afgelopen periode was het ook heel moeilijk om naar Nikeri te komen. Zoals jullie weten had mevrouw Anoushka Kanhai een fundraising opgezet voor de inmiddels overleden Arjen Sitaram. Arjen Sitaram was ongeneeslijk ziek en heeft het niet lang vol kunnen houden. Helaas is hij komen te overlijden en de fundraising die was al opgezet door Anoushka Kanhai. Nou, met deze fundraising, de middelen, de gelden die zij heeft opgehaald, heeft ze een deel gedoneerd aan Tjitsana Foundation. Tjitsana Foundation op haar beurt moest enkele levensmiddelenpakketten samenstellen en die afgeven aan verschillende tehuizen, zowel in Paramaribo als in Nikeri. Paramaribo heeft u al gezien, wij zijn vandaag in Nikeri om enkele pakketten af te geven. Ik hoop dat u tevreden bent met de beelden en ook begrijpt hoe moeilijk het soms is om deze donaties uit te voeren. Blijft u kijken, geniet ervan. Tjitsana Foundation, Nederland en Suriname. Dankjewel Anoushka Kanhai voor de donaties namens Arjen Sitaram. Beste mensen, zoals jullie weten zijn we vandaag richting Nikeri, Tjitsana Foundation Nederland en Suriname. De bedoeling ligt er natuurlijk in om de levensmiddelen, de pakketten die we hebben samengesteld, te overhandigen aan de verschillende tehuizen. En jawel beste mensen, zoals ik het al zei, zijn we hier bij kindertehuis Gayatri te Nikeri. En naast mij heb ik de directrice, mevrouw Palatsing, staan. En mevrouw Palatsing zal deze donatie in ontvangst nemen. Welke bestaat uit zonnebloemolie 12 liter, zout van 5 kilo, suiker 5 kilo, aardappelen 10 kilo, uien 10 kilo, knoflook ook 5 kilo, gele erwten 5 kilo, spaghetti pakken van 3 kilo, bruine bonen 10 kilo, doperwten 10 kilo, tomatensardine om bij ook 3 kilo, 2 kippenbouten, 2 pakken kippenbouten natuurlijk, eieren ongeveer 60 stuks, toiletpapier 24 pakken, waspoeder van 5 kilogram, een gallon pine oil, een gallon chloor. En dat was het dan zo'n beetje. Het klinkt weinig, maar het is heel wat die de mensen goed kunnen gebruiken. Deze donatie is natuurlijk tot stand gekomen met behulp van Anoushka Kanhai, zoals ik het al zei. Mevrouw Anoushka Kanhai die had een fundraising opgezet voor wijlen Arjen Sitaram kinderen. Dat was een jongetje die heel ziek was en hij is komen te overlijden. Inmiddels had ze de fundraising al opgezet en de gelden die binnen zijn gekomen, een deel daarvan heeft zij geschonken aan Tjitsana Foundation. En wij op ons beurt moeten dan deze pakketten, zeg maar de donaties, overhandigen aan verschillende tehuizen. Dus ik hoop dat jullie tevreden zijn en dat jullie het goed kunnen gebruiken. Dank u wel. Ja, het doet even wel waar dat zo'n jongetje dan inderdaad is komen te overlijden. Ik had het gelezen. Ja, ja. Dat, en de naam Anoushka kwam ook inderdaad bekend voor. Heel goed werk wat ze gedaan heeft. En vooral nu ook heel belangrijk dat mevrouw Chitra aan ons gedacht heeft. Samen met Anoushka Kanhai. Ja. Ik het goed kan. Ja, Anoushka Kanhai.
hartelijk dank, dames. Vooral mevrouw Citra, ga zo door, want ik ken haar en de groep hier in Suriname. Ja. Ken ik ook omdat ze hier geweest zijn. En het is niet niks. Het is heel veel wat wij gekregen hebben. En vooral in deze zware, moeilijke tijd is dit absoluut een must om dit soort dingen te kunnen krijgen, door gedoneerd te krijgen. Hartelijk dank nogmaals en hoop dat jullie op de, en u ook, helemaal uit Paramaribo hierheen. Jullie hebben de wegen gezien. We konden niet meer wachten, want de mensen zijn in nood en alle hulp is nodig. Precies. En ik zou sowieso van mijn kant ook willen zeggen, donateurs, hartelijk bedankt. Ja. En blijven jullie precies zo doorzetten. Hè, blijven jullie geloof houden in Chitsana Foundation. En gezamenlijk maken we er natuurlijk iets goeds van. Inderdaad, dat heb ik dan even gemist. De donateurs die dan inderdaad ook geschonken hebben. Dat is zeer belangrijk, want daar gaat het ook om. Hè? Want zij houden ons ook op omhoog. Ze tillen ons gewoon op, de gemeenschap en alle donateurs. Dus geweldig. Ja. En de mensen in Nederland natuurlijk, die doen echt vreselijk goed werk. Klopt. Dus Citra, mevrouw Citra, nogmaals hartelijk dank. Kindertjes, ik hoop jullie dat jullie het goed kunnen gebruiken. En wij gaan snel verder naar de volgende tehuis. Chitsana Foundation, u ziet het. En tot ziens, kinderen. Doei doei! Chitsana, bedankt! Dank u wel, mevrouw Chitsana. Beste kijkers, natuurlijk nogmaals, wij zijn vandaag in Nikeri bezig. Chitsana Foundation Nederland en Suriname. De donaties die we binnen hebben gekregen, die zullen we natuurlijk afgeven. En we zijn nu hier bij Handicaptenzorg Dankercentrum in Nikeri. Naast mij heb ik staan de heer Goedabox. Meneer Goedabox, dit pakket aan u overhandigen. Namens Anouska Kanhai en haar donateurs uit Nederland die dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Namens onze overleden Arjen Sitaram en Chitsana Foundation natuurlijk. Dankjewel, Chitsana Foundation. En ook die mevrouw die alles heeft in elkaar gezet. Wij zijn hier, dus ik ben Aziz Kodabax, manager van Zuster Danker Centrum Nikeri. Centrum voor kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Wij proberen zoveel mogelijk te kijken wat de mogelijkheden voor de kinderen met een beperking zijn. En vanaf dus hier 2007 zijn we hier actief. Chitsana Foundation is geen onbekende bij ons. Hij heeft eerder een donatie gedaan waarbij we ook spullen hebben gekregen van hun. Ja. We hebben heel goed gebruik gemaakt. Het levensmiddelenpakket, vooral in deze situatie, is een heel welkome gift. Waarbij we dus voor de kinderen goed gaan gebruiken. En dit is hier waarmee wij ook, dat zijn kleine hulpjes die we goed kunnen gebruiken. Wordt hier gekookt voor de kinderen. En het is dus het past in het beleid dat we dus dat kunnen gebruiken voor de kinderen. Ze krijgen warm eten en ook gepast dat we kunnen. Is hier rijst en is ook reinigingsmiddelen. Dat hoort erbij, want ziet de omgeving. Het is een heel belangrijk aspect voor ons. Ja. De omgeving, dat het goed moet zijn. Chitsana van Zeten, dankjewel dat jullie dit voor ons dat hebben klaargelegd. We gaan het zeker heel goed gebruiken. En nog eens een keer dank namens alle cliënten en personeelsleden van Zuster Dankercentrum, ook vanuit het bestuur van Zuster, van Stichting voor Gehandicapten van Nikeri.
Dankjewel. Dankjewel meneer Korabox. En nogmaals bedankt Anouska Kanhai met al haar donateurs. Ja. Blijf jullie geloof hebben in Chitsana Foundation. En gezamenlijk maken we er het allerbeste van om al deze tehuizen, al deze kinderen, de mensen in nood, de hulp aan te bieden die ze nodig hebben. Dankjewel. En ja, beste mensen, zoals jullie weten zijn we vandaag op bezoek in Nikeri, waarbij we natuurlijk enkele tehuizen zullen aandoen om enkele donaties te overhandigen. Deze donatie is natuurlijk tot stand gekomen dankzij Anouska Kanhai, die een fundraising had opgezet namens Weilen Arjen Sitaram. Dat is het jongetje die het verschrikkelijk ziek was en is komen te overlijden. Ja, dat weten we nu in principe allemaal. En die jonge man was verschrikkelijk ziek. En we zijn toch blij dat in zijn naam dat we toch enkele donaties kunnen overhandigen. De overhandiging namens Chitsana Foundation Nederland, Suriname, mevrouw Jenny. Ik hoop dat u de spullen goed kunt gebruiken. En we zijn natuurlijk ook mevrouw Anouska Kanhai zeer dankbaar dat zij met haar donateurs gezamenlijk zo'n bedrag hebben opgehaald. Heel speciaal voor Arjen. Helaas is hij komen te overlijden. Een deel van het geld heeft zij besteed om de uitvaart te betalen. En een deel van het geld heeft zij geschonken dus aan de foundation Chitsana. En daarvan hebben wij dan pakketten gemaakt van levensmiddelen. En die proberen we dan aan de mensen die het echt nodig hebben, zoals de tehuizen, aan hun te overhandigen. Mooi. Van hieruit wil ik zeggen heel hartelijk dank. We waarderen het heel ten zeerste, vooral in deze moeilijke tijd. En iedereen voelt het, zelfs wij voor het tehuis voelt het ook. En we zeggen u allen hartelijk dank en mogen de lieve Heer jullie in deze heel veel zegen geven in het werk dat jullie zullen voortzetten. Misschien dat de broeder ook wat wil zeggen. Zegt u het maar. Ja, mede namens de bewoners van Huize Francis, hartelijk dank voor deze gesten. Ja. Naar de foundation ook onze dank. Ook mevrouw Anouska Kanhai. Anouska, ja. Ik weet dat het haar nobele streven was om dan de jongeman die is komen te overlijden weer gezond te krijgen. Ja, ja helemaal. We zijn een gelovige instelling. We Klopt. Weten dat waar hij is, hij veilig is. Van deze plaats uit wil ik de familie alsnog sterk toewensen. Veel troost in de moeilijke periode. Huize Francis wil u van harte bedanken. Middels ook een bedankbriefje. Dank u wel. En nogmaals van mijn kant. Arjen, je bent weliswaar niet meer hier bij ons. Maar top dankzij jou dat we toch de mensen kunnen helpen. En Anouska Kanhai, verschrikkelijk goed van jou dat je ook Chitsana Foundation hebt gekozen. Dat je de vertrouwen in ons hebt gehad, zodat wij dit werk allemaal kunnen verrichten. Ik hoop dat jullie de donaties goed kunnen gebruiken. En ik zal zeggen, tot de volgende keer. Dank u wel. Dank u wel. En ja, beste kijkers, zoals jullie het weten, zijn we vandaag nog steeds in Nikeri. En we zijn nu aangekomen bij het bejaardentehuis Rust en Werk.
Naast mij heb ik staan directrice mevrouw Kassan Pawiro Sanusi. En wij zijn natuurlijk ook hier om enkele levensmiddelen te overhandigen. Mevrouw Kassan Pawiro, ik overhandig dit namens Chitsana Foundation Nederland en Suriname. En ik hoop dat u het goed kunt besteden aan de bewoners van Rust en Werk. Zeker. Heel hartelijk dank alvast, zou ik moeten zeggen. Onze erkentelijkheid is bijzonder. Ik wil de gever, donateur, ja. Anoushka Erkanhai. Ja. En andere donateurs, zij is de enige nog. Zij heeft de actie opgezet. Okay. En de mensen hebben dan gedoneerd. Okay. Dus we willen haar dus namens de bewoners ook heel hartelijk dank zeggen. Ja. Onze erkentelijkheid en wij en Arjen mogen zijn ziel in vrede rusten. Yes. Onze condolences. Beste mensen, we zijn nog steeds in Ikeri en we zijn nu bij kinderentehuis Open Poort. Na hele lange tijd zijn we weer hier bij Open Poort langsgekomen. En naast mij heb ik staan de heer Eli, zeg ik dat goed? Eli, ja. Directeur Eli staat naast mij. En zoals jullie het weten, zijn wij enkele levensmiddelen komen doneren. Deze donatie is tot stand gekomen dankzij mevrouw Anoushka Kanhai. Ik hoop dat u natuurlijk deze goederen goed kunt gebruiken voor de kinderentehuis. Ja, ja. En we willen natuurlijk van Chitsana Foundation ook, Nederland en Suriname, willen we natuurlijk de donateurs bedanken. En hierbij draag ik de spullen over aan u. Nou, dankjewel. Heel hartelijk dank. Wij zijn heel blij, maar ook verrast met deze liefdevolle gesten. Jullie doen goed werk, zeg ik. Ik wil jullie heel, heel hartelijk bedanken namens alle pupillen van het tehuis, maar ook de directie. Wil ik de foundation van harte bedanken, maar ook de donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt. Begrijpt u? Ik bedank jullie allemaal. En ik zeg van, keep on doing the good job, the good work. Blijf dat doen, want wat jullie eindelijk mogen weten is dat er een zegen is. Ja. Toch? Vanwege dat je niet ik gericht bent, maar dat je ook wat je hebt, dat je dat deelt met je medemens. En dat appreciëren wij. En wij erkennen dat door dat dit de tweede keer is dat jullie hier komen. Toch? En het doet ons goed. Toch? Dat, het is ook een teken voor ons dat jullie ons niet alleen met onze problemen laten, ja, maar dat jullie ook een rijke daan bieden. Ja. Begrijpt u? En we zijn blij. En het maakt ook de opvoeding, de verzorging van deze kinderen, maakt het ook aangenamer voor ons, ja, wanneer wij die hulp krijgen, ja. Ja. Die waardering, begrijpt u? De liefde. Dus heel hartelijk bedankt hoor. Het zijn allemaal dingen die we nodig hebben. Ja, en ja, natuurlijk bedanken we de donateurs. Mensen, jullie zien het. Mm-hmm. Het is allemaal tot stand gekomen dankzij jullie hulp. Blijf geloven in Chitsana Foundation.
U ziet het, wanneer u doneert, komt het helemaal goed terecht. U hoort het, u ziet het. En ik zou zeggen, dank u wel.